Ik word een dagje ouder. En dat is niet de bedoeling. Want jonge mensen zijn gelukkiger. Daarom wil ik er ook jong bij zitten. Ik ga mijn rimpels weg laten halen. Nou, ik zou heel graag deze lijnen een beetje iets minder krijgen. En iets vrolijker, iets gezelliger. Kijk, je hebt het natuurlijk subtiel. Je hebt nog een heel jong gezicht, je hebt nog een heel gevuld gezicht. Dat zou je mooi met een beetje een zachte vulling van een hyaluronzuur wat kunnen opvullen. Dat proberen we dan zo te doen dat je het nauwelijks ziet, maar wel net even een wat andere contour hebt, waardoor het net wat vrolijker kijkt. Maar dat is geen botox, toch? Nee, dat is geen botox. Dat is gewoon een hyaluronzuur wat jij al eigenlijk van nature in je huid hebt zitten. Het is door de Food and Drug Administration is het goedgekeurd. Het is volledig biologisch afbreekbaar. Het zal niet gaan inkapselen, het zal geen ontstekingsreactie geven. En we gebruiken het ook al 20 jaar. En hoe lang blijft dat dan? Nou, dat is een beetje wisselend. Maar gemiddeld zo'n maand of 9 tot 12 blijft het zeker zo lang zitten. Ja. Doe maar. Ik laat je nog even een filmpje zien. Oh ja? Over de veroudering van het gezicht. Ja. Kijk, dan zie je eigenlijk een vrouw en die begint dan in de 20e jaren. Mm-hmm. Die heeft dan net wat plootjes op verschillende plekken in haar gezicht. Ja. En in de loop van de tijd, je ziet het hier met de tijdbalk lopen. Die wordt heel lelijk. Ja, en dan gaat ze ook wat bozer kijken. Ja. Nou, en dan uiteindelijk als ze 70 is, dan komt ze wat ouder eruit te zien. En dat is eigenlijk wat je wil voorkomen. Je wil eigenlijk de tijd zoveel mogelijk stopzetten. Ja, dus ik ben precies op tijd. Right time. Zie je toch zagrijnig hoofd? Ja, dat moet echt even een beetje zo, hoor. Ga lekker liggen. Hoe word ik gelukkig? Nou, zo, ja. Zet je vervolgens die hier hoor. Ja, fantastisch. Ja, je ziet dat je natuurlijk in ieder geval een heel stuk rechter staat. Hij staat wat meer omhoog. Echt? En dat is eigenlijk meer wat je precies doet. Wat cool! Dat in ieder geval je mond wat hoger staat en dat hij iets wat minder afvalt. Nou, dit is helemaal de boom, man. Kijk nou. Dat is dus het subtiele, hè? Daar gaat het om. Dat ik niet meer kan praten, daar gaat het nu om. Het zal te veel zien thuis. Dat is de kern van de taart.